Gewoon lezen. Ah, nee. Ah. Nou ja. Abba! Ja, en daar zit hij nu mee in Wenen. Het is niet waar. Oh, yes. Maar hoe kan die nou hierop ingaan? Ja, laten we het even omdraaien. Hoe zou die hier nou niet op in kunnen gaan? Het is toch ook een man? Huub? Wel, nee. Goh. Je zou er eigenlijk een kijkje willen nemen, hè? Ja. Zien hoe het gaat. Maar ja, dat doe je natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dat is toch privé? Hmm. Tess toch? Ja. Ga je mee? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Alsjeblieft, Laila. Dankjewel, Hubert. Hé, hey, dankjewel hoor. Alsjeblieft. Zo. De kop ter vuur. Proost. Salute. Cheers. Santé. Skol. Chin chin. Ago van wo. Ja, dat is Birmaans. Dus, Talenwonder of vaak voor je werk in het buitenland? Dat laatste denk ik. Hè? Ja, net als ik. Ik hou wel van als een man bereisd is. Als hij iets van de wereld heeft gezien. Ik moet daar niet aan denken. Dat iemand heel zijn leven op hetzelfde plekje slijt. Hetzelfde plekje? Nee, zeg het idee. Als salesmanager van Coopers en Reuter Cosmetic reis ik ook heel veel. We zijn erg internationaal georiënteerd. Dan leer je vanzelf je talen spreken. Ik spreek er 8 en jij... Ja, maar dat kan ik niet. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk maar 1 taal nodig om elkaar echt te begrijpen. Jij hebt gelijk. Lichaamstaal, die begrijpen we toch allemaal? Ja. Denk dat ik jou wel mag, Hubert. Nou, vind je ook wel lekker spontaan, Laila. Tel eens wat meer over jouw baan. Mijn baan? Ja. Al zit hoor, Tess, ik verrek nog van de spierpijn. Zie jij ze ergens? Ja, ja. Hoe is ze? Nou ja, als ik hier sta dan... Halleluja! Ben ik blij dat ik Willem heb thuis gelaten? Dat is een haarstuk. Zulk lang haar heeft niemand. Is gewoon nep. En dat zal niet het enige zijn. Oh, en ook geen gram te veel. Oh, wat is de wereld toch oneerlijk. Kom even van dichtbij kijken. Nee, dat kun je toch niet maken? Ja, maar je wilt toch zitten en daar is plek. Dus je werkt voor warenhuisketen Welling? Ja, precies. Met een groot aantal binnen- en buitenlandse vestigingen. Ja, ik ga over alle producten zo'n beetje. Doet inkoop? Oh, lijkt me zo interessant. Ook dat. Lijkt me zo interessant om trends te signaleren. Ja, ja, ja. Ja, is een kwestie van vooruitkijken. Hé, hey, hi. Ken jij die? Deze, dat soort wil je toch niet kennen? Doe jij eigenlijk aan sport? Want dat vind ik het heerlijkste wat er is. Lekker samen vroeg erop uit, een uurtje trimmen. Ja. Dan samen zweten, samen onder de douche. Ja, het allerlekkerste wat er is. Wil je nog iets anders behalve trimmen? Ja. Ik doe aan kickboksen. Hij heeft vroeger 1 proefles gehad en dan werd hij al vroegtijdig van weggestuurd. Dan heb je Corine. Hi, meisjes. Hé? Was jij niet al lang in de lucht cirkelen? Ik mag blij zijn dat ik hem niet de lucht in heb gecirkeld. Hij was het vergeten, de zandhaas. Kun je het geloven, na 24 jaar huwelijk? Mannen. Ik wil een neut. Waar is Olaf? Is dat Huub? Ja, maar je moet... Nee, wacht even. Corine, hou terug. Huub, even, sorry. Hé, Corine. Dit is Laila, Corine. Corine, Laila, Laila. Corine, hoi. Nou, hallo. Hallo. Corine Kellendom, hoofdredactrice Mensen van Nu. Stoor ik? Ben zo weg, hoor. Ja, ik zag je nou en ik heb morgen zo'n overvolle agenda... Ja. ...dat ik geen tijd heb om het terug te brengen. Het is een miskoop. Zou jij het erg vinden om het nou mee te nemen, dan hoef ik niet naar de klantenservice. Okay. Hè? Staat altijd zo'n vreselijke rij bij jou in de balie. En als je dan Tess het geld meegeeft, dat is een zus, die werkt bij mij op de redactie. Dan komt het vanzelf wel mijn kant op. Je bent een engel. Ja. Zo, laat ik jullie tweetjes nou maar weer gezellig alleen. Oh, hoi. Goodbye, ciao, au revoir. Goeiedag. Huub?
Margje. Wat een verrassing om jou hier te zien. Ik ben hier nog nooit geweest. Een vriendin zei dat ik er eens wat vaker uit moest gaan, want ze zei dat ik alleen maar thuis zat. Maar nou ben ik in een paar kroegen geweest, maar ik voel me er niet echt thuis, geloof ik, tussen al die mensen. Ik was op weg naar huis toen het begon te regenen, dus ik ben maar even komen schuilen. Wil je niet even gaan zitten? Oh, ja hoor. Waarom draag je geen contactlenzen? Ah, die verdraag ik niet. Ze moeten maar door mijn bril heen kijken, dat moet ik tenslotte ook. Ik zie nou pas dat je een beetje grijs wordt aan je slapen. Mooi. Als jullie het niet erg vinden, ik zou zo graag willen sluiten. Ga je bij mij nog even wat drinken? Wil je echt?